vakantievlog. Volgens mij is het nummer 5 alweer, maar ik ben een beetje de tel kwijt. Vandaag gaan we in ieder geval weg hier op Kefalonia. Dus zeg maar gedag tegen dit kleurrijk appartement. We gaan weer de boot nemen vanaf hier zo naar Kilini, dus het vasteland. En dan vanaf Kilini weer terug naar Zakynthosstad. En dan gaan we nog een beetje naar Zakynthos. Die boottocht hebben jullie al gezien. En de weg ernaartoe ook naar de haven hebben jullie ook gezien. Dus ik dacht, ik ga jullie nog even wat beelden laten zien van het strand die ik heb gemaakt de afgelopen dagen. De dagen dat we naar het strand gaan, heb ik namelijk niet voor jullie gevlogd. Aangezien ik zoiets had van, dan wordt het wel heel saai. Dan zien we ons alleen maar op het strand liggen chillen en een boek lezen. En ja, dan kan ik alleen maar vertellen van, goh, we hebben vandaag een ander drankje. Dus dat heb ik niet echt gevlogd voor jullie. Maar het leek me wel leuk om een beetje te laten zien hoe het eruit ziet en hoe de weg er naartoe was en zo. Dus die beelden gaan jullie nu zien. En dan zie ik jullie weer wanneer wij op Zakynthos aankomen. Aangezien wij in Sami verbleven, besloten we om naar het strand te gaan in Antisamos of Antisamos Beach. De moeder was hier al eerder geweest en wist dat het een heel erg mooi strand was. Alleen moest je er eerst wel een berg voor over om daar dus te komen. Dat betekent dat we geiten tegenkwamen, hele mooie uitzichten hadden, maar ook hele kronkelige slingerwegjes moesten afleggen. Het uitzicht was prachtig, dus moest je er dus wel even voor over hebben om zo te kunnen rijden, want geloof me, het was echt een te ver stuk om te lopen. Je kunt wel een taxi pakken of iets dergelijks. Maar het is een hele mooie baai. Je ligt vervolgens echt lekker beschut. Het is bijna altijd echt ontzettend warm. Doordat je dus zo beschut ligt. Er is een hele leuke strandtent op het strand. Met echt de lekkerste smoothies. De smoothie dat je zo gaat laten zien. Is een smoothie met watermeloen en gember. En nog allemaal hele lekkere dingen. Het was in ieder geval echt heel erg lekker. Ze hadden lekker ijs. Je kon er echt eigenlijk allerlei lekkere dingen halen. En ja, Antisamos is gewoon echt een heel erg lekker strandje. Mocht je daar een keer kunnen komen. Zo, we zijn eindelijk weer op Zakynthos. In de stad ook gelijk weer waar we ook de eerste vlog waren. Dus mocht je willen zien hoe het hier uitziet, kijk dan even de allereerste vakantievlog terug. We hebben in ieder geval een nieuwe huurauto hier voor elkaar. Dit keer hebben we een lichtblauwe in plaats van de zwarte. Een Fiat. Dat zegt mij altijd helemaal niks, maar het is een Fiat. We gaan even kijken voor een kaart in de stad, want die hebben we niet gekregen van het verhuurbedrijf helaas. En dan gaan we richting ons appartement in Agios Nikolaos. We zijn weer aangekomen op het nieuwe appartement. Ik heb even mijn zonnebril ingedaan, gezien ik anders echt tegen de zon in zat te knijpen. Maar het is hier echt mega mooi, echt heel schattige kleurtjes zoals je kan zien. We zitten wel een redelijk stukje van het centrum af, maar het is echt prachtig. Echt een mega kamer, zeker voor het geld volgens mij. Echt, het is hier heel mooi. Ik zal jullie even een rondleiding laten zien. Dat ik wel echt, we waren onderweg en we hadden dus geen kaart gekregen. Dus we hadden ook geen meer gehaald in Zakynthosstad. En de bordjes hier zijn echt dramatisch. Dus we moeten echt op zoek naar een kaart in ieder geval. We zitten dus in Agios Nikolaos. Dus best wel dicht. Hier vandaan gaan de schepen zelfs naar het shipwreck en naar de Blue Caves. Dus dat is wel heel erg fijn. Want dan kan je gewoon 's ochtends vroeg gelijk de boot nemen voor wat massatoerisme daar is. Verder was er dus blijkbaar gisteren een hele grote bosbrand hier op het eiland. Daar moesten we dus doorheen rijden. Dat is echt heel akelig om te zien gewoon. Ik heb het jaren terug hadden we het ook al een keer op de Cyclade. We gaan eigenlijk altijd naar Griekenland. En hier zijn bosbranden gewoon best wel snel. Ik heb geen beelden voor jullie geschoten. Want ja, ik weet niet. Ik krijg er al een heel naar gevoel van als ik er doorheen rijd. Dus ik vind het dan voor jullie toch ook niet helemaal netjes om het te laten zien of zo. Ho, stop. Wacht. Ik ga jullie toch laten zien hoe het eruit zag. Want ik moet toch zeggen, het is een deel van onze vakantie geweest. En ja, ik ga het jullie gewoon laten zien. Het zijn nogal treurige beelden. En ja, het is gewoon helaas realiteit in Griekenland. Het gebeurt zo snel. Er hoeft maar iets, ja, eventjes te fonkelen tussen de bomen en het is al raak. We hebben ook 's avonds nog blusvliegtuigen gezien en dergelijke, omdat er weer een brand was. Dat zal ik jullie later in deze vlog nog laten zien. Het is echt verschrikkelijk akelig om doorheen te rijden. En we vonden het heel naar. Maar ja, ik vond het toch belangrijk om het even te laten zien. Dus oké, laten we verder gaan met de rest van de vlog. Maar ik ga je even het appartement laten zien. Komt dus hier binnen en dan heb je hier zo een heel groot gedeelte waar al onze koffers staan en zo. Zoals je ziet, het is echt mega. Hier staat een bed, daar staat een bed. Hier heb je een zitgedeelte. Ze heeft voor ons zelfs hier pastitio gemaakt. Wat ik in de eerste vlog hier had. Echt heel erg lief. Het staat nog helemaal op de reizen en zo. Dus het is ingepakt. Ik kan het niet laten zien. Ze heeft echt brood en weet ik het wel. Had olie, wijn, van alles hier voor ons klaargezet. We hebben hier nog een grote slaapkamer. Daar is mama gezellig koffer aan het uitpakken. Hier hebben we nog een ventilator. Luikje naar buiten. En dan heb je hier zo nog een magnetron. En een koelkast die ze dus ook al helemaal voor ons heeft gevuld zelf. Moet je kijken. Het is echt bizar. Echt heel lief die vrouw.
En dan een fornuisje en gewoon een kraan en zo. En dan heb je hier nog een badkamer. De douche is wel redelijk klein zoals je kan zien. Maar verder is het best wel een ruime badkamer. Dus ja, heel erg mooi. Maar goed, ik ga nu even snel mijn koffer en zo ook uitpakken. En dan zie ik jullie straks weer. Nou jongens, hier zitten we. Dit is een schattig haventje. En hier vertrekken ze ook echt, nou, ik denk minimaal 10 maatschappijen naar de Shipwrecks en de Blue Caves. Maar je hebt hier ook allemaal Griekse restaurantjes, heel veel gyros. Dus volgens mij gaan we ons wel vermaken, hè mam? Ja. Zo, even een lekker drankje. En ik wil jullie eventjes de meest mislukte eenhoorn ooit laten zien. Die daardoor gewoon echt te schattig voor woorden is. Kijk nou. Ik vind hem echt te schattig. En mama valt op die harten. Hé mam? Ik wil wat voor jou. Ik vind die echt leuk. Echt geweldig. Er was gisteren dus brand. Maar waarschijnlijk dat er nu ergens weer iets gaan fikken gewoon. Want echt al dat zwarte dat je ziet boven de bergen. Is allemaal rook ervan. En er vliegen echt alsmaar af en aan twee blushelikopters heen en weer. Dus ik ben bang dat er ergens weer iets is gaan fikken. Dus vanmiddag was er wel af en toe rook. Maar niet zo erg. Kijk jongens, daar heb je dus een van die blusvliegtuigjes. Kijk jongens, dit is dus die pastitio die ze had gemaakt. Maar echt, die schaal is gewoon mega. Dus volgens mij kunnen we hier 3-4 dagen mee doen. Zo goed. Maar goed, wel heel lief en lekker, denk ik. Maar het ziet er goed uit in ieder geval. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag en wij gaan vandaag een stukje rijden. En trouwens, dat was dus onze auto. Die had ik helemaal niet laten zien, bedacht ik me ineens. En ja, we gaan volgens mij richting Alikes en zo. Eerst eventjes wat tanken en dan gaan we richting Alikes. Ik heb mijn GoPro weer voor jullie opgeladen en ik kan dus lekker laten zien hoe we gaan rijden. We zijn aangekomen met echt een kruiptoor, sluiptoor weggetje. Geen idee of we de goede route hebben gereden, maar we zijn er. En achter ons ligt echt een heel klein, ja, soort haventje. Veel schattig eigenlijk, met allemaal kleine bootjes. En we gaan het even hier verkennen. We lopen hier alweer een tijdje rond, maar het is hier echt gewoon helemaal uitgestorven zo ongeveer. Echt, er zit niemand in de tentjes of zo. Het is echt een van de warmste dagen. Dus echt iedereen ligt zo wat aan het strand. We zijn een beetje, ja, winkeltjes aan het kijken. Tijd voor een echte pita gyros hier zo aan de Hoofdstraat. We hebben nog een tijdje rondgereden hier zo en zijn nu weer in Alikes even bij de supermarkt geweest. Nu gaan we even wat drinken en dan gaan we weer richting huis. Ik ga dit sapje of zo of een soort ijsthee proberen. Geen idee wat het is. Het zal wel. En dan gaan we weer richting het appartementje. We zijn een tijdje terug hier zo op het appartement en heb ik dit even gedoucht, want ik had echt bloedheet. Gisteren en vandaag waren, als het goed is, de warmste dagen. Het was echt 35, 36 graden of zo. Als het goed is, wordt het nu weer minder gelukkig. Want ja, het is gewoon net iets te warm. Nu ga ik even mijn nagels doen. Dat is echt heel hard nodig. Het is helemaal verkleurd. Dingen zijn afgebrokkeld. Op de ene manier is het door de zonnebrand ook verkleurd en zo. Maar goed, we gaan straks weer lekker uit eten. Dus dan ga ik jullie weer meenemen. Nu even lekker relaxen van een rustig middagje. Change of plans. We hadden allebei toch niet zoveel zin meer om uit eten te gaan. Dus we gaan vanavond nog lekker aan de pastitio. Net als gisteren. En dan gaan we van de week lekker uit eten. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie hem weer leuk om te zien. Van de week komen er hele leuke vakantievlogs volgens mij. Want we gaan een dag naar de Shipwreck en de Blue Caves. En we gaan waarschijnlijk weer op een caretta schildpadden tour, zeg maar, met een bootje. Dus ja, ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Doe dan vast even een duimpje omhoog. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video. Dus vergeet je ook zeker niet te abonneren. Doei doei!